Onlangs heb ik ondernemers de gelegenheid gesteld om me vragen toe te sturen en deze zou ik via Instagram-video's beantwoorden. En er zijn onwaarschijnlijk veel vragen binnengekomen. We hebben een aantal van die vragen gegeneraliseerd, zodanig dat ik een generaal antwoord kon teruggeven en meerdere vragen heb gedekt, om het zo te zeggen. Maar een vraag ook die heel regelmatig terugkomt tegenwoordig, dat is dat mensen vragen van Karel, wat doe ik om de hyperinflatie tegen te gaan? Wat doe ik om succesvol te investeren? Hoe kan ik de dag van vandaag een aardig rendement halen op mijn centen? En dat is natuurlijk geen klein antwoord om te serveren. Zelf ben ik natuurlijk ook al decennia bezig met het zoeken naar investeringsopportuniteiten om van je geld ook weer geld te maken. Hè? Want op een zeker moment natuurlijk, die inflatie is aan de gang. En met je centjes op je spaarrekening te laten staan, wat de bank per definitie niet graag heeft, ga je natuurlijk geen financiële onafhankelijkheid creëren. En kort wil ik er een en ander over zeggen eigenlijk. Ik kan niet zeggen wat jij moet doen, maar ik kan wel vertellen wat ik doe om een rendement te halen op mijn reserves en succesvol te investeren. Tenminste, succesvol te investeren. Investeren, want dat is eigenlijk het juiste woord. Nu, wat ik persoonlijk doe, dat is mijn kapitaal verdelen in een aantal portefeuilles. En je hebt natuurlijk een cashportefeuille nodig en dat zal ik altijd hebben. Dat zijn middelen die je kunt aanwenden om je levensstijl te supporteren en noodsituaties op te lossen, welke zich altijd kunnen voordoen. En daarnaast ga ik een groot deel van mijn kapitaal beleggen, investeren in een aantal specifieke dingen. En de basis van mijn persoonlijk portefeuille is vastgoed. Dus ik kijk uit naar vastgoed welke interessant is. En wat is dan interessant vastgoed? Ja, daar zal iedereen een andere mening voor hebben. Maar ik heb door een mentor me ooit laten vertellen welke heel succesvol was in het investeren in vastgoed, dat je best kijkt naar AAA-locaties. Dus locaties welke bij wijze van spreken binnen 25 jaar nog altijd hot zijn, hip zijn. He, bijvoorbeeld, ik geef een concreet voorbeeld. Als je in Knokken op een heel goede locatie een stukje vastgoed kunt verwerven, dat gaat binnen 20 jaar nog altijd zijn waarde kennen. Als je op het eilandje in Antwerpen aan het Willemdok, als je daar een appartement hebt, ja, dat gaat alleen maar stijgen in waarde. Een mentor zei me van Karel, het kan zijn dat je in het proces even zuur kijkt en in eigen gevoel iets te veel investeert, maar binnen een paar jaar ga je gewoon lachen, ga je vaststellen, dat was een goede investering. Ik zorg ook dat er altijd parking is, dat er ruimte is om te parkeren, zodanig dat je altijd iets kunt met dat vastgoed, dat je dat in de toekomst terug voor meerwaarde kunt verkopen en dat je dat ook in het proces kunt gaan verhuren, het verhuren van vastgoed. In principe, als je een stukje inlegt of je gaat via een bullet credit, dan gaat jouw huurder voor een groot stuk of in zijn volledigheid jouw hypotheek gaan afbetalen. En als je dat natuurlijk meerdere keren doet, dan creëer je een soort van passief inkomen vanuit je vastgoedinvesteringen. Nu, vastgoed is één ding, dat is de basis van mijn portefeuille, omdat dat het meest stabiel is door de tijd. Maar ik koop ook aandelen, aandelen van bedrijven. En ik kijk altijd uit naar de situatie die zich voordoet. Waar is er nu nood aan? Wat zijn bedrijven die nu hip zijn en welke op termijn een schoon rendement, een soort van groei gaan doormaken? En daar koop ik aandelen van. En ik kijk ook altijd naar de situatie die zich voordoet in de markt. Bijvoorbeeld, ik koop alleen maar aandelen als er een soldemoment is. Bijvoorbeeld maart 2020, bij het ingaan van de COVID, dat was een groot soldemoment, want de beurzen zijn naar beneden gekelderd. Veel mensen zijn beginnen panikeren en hun aandelen verkopen. Wel, dat is nu net het moment dat ik heel specifiek ga inkopen op aandelen, want ik beschouw het gewoon als een soldemoment. En dan koop ik natuurlijk niet eender welk aandeel, dan ga je kijken van oké, welke bedrijven zijn gezond en achter welke bedrijven zit wat achter. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Ik heb ingekocht op bepaalde aandelen van bierbedrijven. Ja, er zal altijd bier gedronken worden in de toekomst. Bovendien zijn dat dan ook bedrijven waar kapitaalkrachtige en verstandige mensen achter zitten. Dus die overleven de dip van de beurs. Dus die aandelen trekken na verloop van tijd gewoon terug aan. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld naar bedrijven zoals Zoom. Ik heb ook Zoom ingekocht. Ik had direct het gevoel van oké, dit is een bedrijf welke uiteindelijk nu inspeelt op een nood dat er nu is. En
dit gaat boomen. Dus ik heb daar ingekocht en na verloop van tijd dan ook weer met een schoon rendement terug verkocht. Ik heb ook ingekocht op aandelen van Disney en Netflix, want ik had direct het gevoel, oké, hier komt een lockdownperiode. Mensen gaan hun kinderen voor de tv zitten, die gaan tv kijken. Wat gaan die kijken? Dat is mogelijk Disney, Netflix en. Dus die specifieke aandelen heb ik dan ook ingekocht. En zo heb ik zelf een fonds samengesteld voor mezelf van ongeveer 13, 14 aandelen, waar ik er soms één uitzet, omdat ik mijn rendement pak. En als ik geen rendement maak, dan hou ik ze gewoon bij, want ik kan ervan uit dat die op termijn toch nog wel eens rendement gaan halen. En zo maak ik een aardig rendement. En dan zit ik ook in op crypto. Crypto is de dag van vandaag, is zeer hip. Meer en meer beleggers stappen ook in op crypto's. En dat is een heel bijzondere markt, want deze draait 24 op 24 uur. 24/7, om het zo te zeggen. En je kan daar echt gaan short traden. Hè. Dus je ziet dikwijls dat bepaalde crypto's, die zakken ineens 6, 7, 8, 10, 15 procent op een dag, om dan een dag daarna terug met x aantal procent omhoog te gaan. Dus als je dat goed in de gaten houdt en je gaat aan daytrading doen en je trade bijvoorbeeld een 2, 3 tot 4 keer per week en je pakt iedere keer is een keer 7 procent, is 8 procent, is 5 procent, is een keer 15 procent. Ja, dat stapelt zich natuurlijk ook aardig op. Dus zo heb ik ook een soort van fondsje samengesteld van bepaalde crypto's en ja, natuurlijk een Bitcoin zit erin, een Chainlink zit erin, een Solano zit erin, Ethereum zit erin, dat zijn zo een beetje de klassiekers. Maar waar ik wel in geloof, ik kijk ook wat zit er achter die munt of achter het gegeven. Zijn deze mensen iets aan het bouwen? Zit daar een concrete waarde achter? En wat gaat dat doen? En ik weet, dat is voor veel mensen buiten hun comfortzone. Ik zeg niet dat ik daar de code in heb gekraakt. Er zijn andere heel verstandige mensen waar ik ook in verbinding mee ben, die dat absoluut wel hebben gedaan. Doch zit ik daar actief op in. En dit kan ook je portefeuille doen verruimen. Nu, de situatie waar je uiteindelijk naartoe wilt, dat is dat je ja, geld genereert vanuit werkinkomen, dat kan zijn van ondernemingen of een onderneming of een zelfstandige activiteit of een werkactiviteit. En dat je gaat investeren met die gelden. En natuurlijk, vastgoed is voor veel mensen niet direct mogelijk, omdat je ook een hypotheek moet kunnen afsluiten. Je moet een eigen inleg creëren. Maar aandelen en crypto's is voor iedereen mogelijk. En dan is de bedoeling dat je verstandig investeert, dat je ook geduld hebt. Warren Buffett, een van de meest succesvolle investeerders van onze generatie, zei ooit al, de geduldigen verdienen geld aan de ongeduldigen. En de ongeduldigen gaan dikwijls verkopen op het moment dat de markt zakt en verliezen erbij. De geduldigen houden bij en wachten en maken dikwijls een mooi rendement. En de bedoeling is dat je verstandige investeringen uitzet op lange termijn en dat op middellange en lange termijn die investeringen ook een passief inkomen opleveren. En vanaf het moment, en hier is een beetje de magic, de key, vanaf het moment dat je je levensstijl, want je levensstijl kost x aantal euro's per maand per jaar. Vanaf het moment dat je je levensstijl kunt financieren vanuit de opbrengst, vanuit de investeringen, dan ben je in principe financieel onafhankelijk. En ik denk dat je daar heel vroeg moet mee beginnen. Het zijn diegenen, ik geef je trouwens een voorbeeld, ik had vroeger een bedrijf in de bouwsector. Ik neemde iemand in dienst, dat was een jonge gast. En die jonge gast die had toen al 18 studentenkotes die hij verhuurde. Dus studentenhuizen die hij verhuurde. En dat was eigenlijk de rijkste van ons allemaal. Die had verstandige investeringen gedaan. Die had al een passief en die kwam bij ons werken gewoon. Omdat hij dat werk supergraag deed, maar was vrij van financiële zorgen. En die kerel was nog geen 30 jaar, kan je je voorstellen. Dus als je jong begint en je plaatst verstandige investeringen, en luister niet naar amateurs, maar wel naar professionals. En wie zijn dan de professionals? Dat zijn vooral daarom ook niet de mensen die er hun geld mee verdienen, maar vooral de mensen die succesvol investeren, die een aardig rendement maken, die congruent zijn met datgene wat ze vertellen. Want er wordt heel wat cafépraat, toogpraat verkocht onder elkaar, om het zo te zeggen. Je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Nee, je moet dat voor jezelf uitmaken. En wat ik altijd doe, dat is luisteren naar experts, de mensen die zelf vanuit een soort van gelijkaardige situatie een portefeuille hebben opgebouwd en die verstandige dingen doen. En dan gaat het niet om ik moet dat aandeel kopen, maar het gaat meer om de investeringsprincipes. Dus wat ik jou absoluut wil meegeven, zorg dat je op een zeker moment in je leven je levensonderhoud kunt supporteren vanuit de opbrengst vanuit je investeringen. En als je gaat investeren, doe je het niet met al je geld.
ga verdelen onder verschillende investeringsvehicles, investeringsvoertuigen, waar je jezelf over documenteert en verstandig op inzet. Ik hoop je met deze tip van dienst te zijn geweest. Tot de volgende.